Kale en Kokkie wordt mede mogelijk gemaakt door Cashbeke en Febo. Het kleedt wel af, hoor. Ja? Ja. En laat het duidelijk zijn, er is nog steeds heel veel mis. Dus er moet nog heel veel gebeuren voordat je überhaupt kan spreken van een verbetering. Ik bedoel dit meer als Wacht, ik doe hem even opnieuw. Waarom? Laten we hem maar in. Ik denk voor mijn raar boppelen. Leuk man, echt een goed idee dit hoor. Ja, vooral in de schaduw, gek. We gaan even naar de tribune. Ja, we gaan even naar de tribune. Niet te filmen dit, windkracht 19. Laten we even gezellig in het Olympisch Stadion gaan staan. Goedemiddag mannen. Erg leuk. Hallo Sam. Ik dacht, ik doe even een leuke locatie. Ja, hartstikke goed. Het waait een beetje. Nee hoor. Maar we hebben al vaker gezegd Sam. Je moet niet te veel denken. Erg lekker weer dit. Voor de rest ben je wel een lieve jongen, hè, voordat we weer allemaal boze reacties krijgen en dingen. Laat ik je één ding zeggen. Hij heeft... John is een Ajaxiet in hart en nieren. En ik hoop echt dat hij het in de toekomst hartstikke goed gaat doen. Ik hoop alleen voor hem één ding, dat hij het nu niet gaat doen. Nee, waarom niet? Om de doodeenvoudige reden dat hij voor zichzelf een carrière uitgestippeld heeft die nu niet past in de slangenkuil die Ajax heet. Dus, en als hij gevraagd gaat worden, dan gaat hij ongetwijfeld ja zeggen. Want die kans die komt voorbij, dan gaat hij het ook doen. Daar ben ik niet bang voor. De vraag is of het verstandig is. En stel dat hij dat wel zou doen, dan moet Ajax zo slim zijn om daar een hele ervaren man bij te zetten. En dan moet je denken aan een man als een Henk ten Cate of zo. Weet je, hoofdtrainer geweest, 10 jaar lang ervaring, Amsterdamse kerel. Die hem gewoon op bepaalde momenten uit de wind kan houden. Maar Johnny alleen voor die groep zetten, ja, zou ik ook niet doen. De trainer was verfrissend in hetgene wat hij zegt. Je hebt weer iemand die praat over winnen. Iemand die praat over Champions League. Iemand die gewoon in de durft te zeggen dat hij zich de eerste helft mateloos geïrriteerd heeft. Dat vind ik een verademing als een trainer dat soort dingen zegt. Laten we even gaan naar die eerste helft. Kokkie, wat gaat daar allemaal mis? Nou ja, dat zie je zelf toch? Je kan met 3-1 achter in de rust ingaan. Het is dat je een hele goede keeper op kool hebt staan. Maar als je linksback linksbuiten loopt en je rechtsback rechtsbuiten, dan zie je dat Alvarez niet de allersnelste is. Waar hij mee begon was prima. Hè? We hebben Bessie op een bankje gezet. Hij begon gewoon met Rens als rechtsback. Gewoon op een logische keuze. Hij heeft Tadic uit zijn lijden verlost vanaf de vleugel. En gebruikt hem nu als spits. Wat Ten Hag eigenlijk een paar jaar geleden ook doet. En heel veel van die kleine clubjes die zullen hetzelfde doen als Excelsior. Die flikken de 5 verdedigers 5, neer. 4-1. Die hadden daar de 4 voor staan. Irriteren jullie daar? Ja. Daar sta je tegen een muur te voetballen, weet je. Dat heb. En dan moet je wel snappen dat je achterste man die daar 1-op-1 situaties komt, dat een rapper moet zijn, hè. En ja, dan moet je kijken wat je daar neer gaat zetten. Maar goed, in ieder geval, 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Het is goed dat je 3 punten pakt. Het is goed dat je eens keer weer 4 goals maakt. Weet je, wat dat ook het positieve is, Kale? Ik zag spelers weer lachen. Ja, dat is dus je zag dus het plezier positieve weer terug. De tweede helft ging de snelheid omhoog. Maar ik heb een trainer gezien die de hele wedstrijd zijn team aan het sturen is, aan het coachen is. Je hoorde, hou het snelheid hoog, blijf druk zetten, blijf gaan. Hij was schor naar de wedstrijd. Ja, en dat soort dingen. Hij heeft hier 45 minuten of 1,5 uur meer verteld dan dat Schreuder waarschijnlijk in de hele seizoen, in de eerste seizoen zelf gedaan. Kijk, ik heb niet gehoord van we hebben goed getraind, maar dit en dat. Hij zocht niet naar excuses, hij zegt gewoon hoe het was. En dat vond ik prettig gewoon. Schreuder zijn baan is die kwijtgeraakt door het feit dat hij ons niet gebeld heeft. Daar begint het mee. Maar even los van dat. Het is een technisch directeur die er al een jaar lang niet zit. En het is een technisch manager in de FSC die er al, ik weet niet hoe lang, niet zit. Zolang je dat niet opgelost hebt. Want wie gaat nu, stel dat je een nieuwe trainer gaat aanstellen. Wie gaat dat doen? Van der Sar, Hamstra en Huntelaar. En als dat dan een trainer gaat worden en er komt later een keer een technisch directeur. Moet hij dan met die trainer kunnen werken of omgedraaid? Dat is toch niet een logische volgorde? En hetgene wat we ook al weken zeggen, wat ik er echt bij zou flikkeren nu op die bank. En daar zou ik nu mee op gaan schieten om dat te benaderen, is die Bogarde terughalen. Als je de verdedigers gisteren ziet. Kijk, en een Heitinga op dit moment. Natuurlijk is John Heitinga een hele goede verdediger geweest. Maar als die
die functie van hoofdcoach moet bekleden, dan kan hij niet individueel al maar met die verdedigers aan de gang. Haal nou gewoon een trainer die puur sec 5 keer in de week met die gasten aan de gang gaat. Want verdedigend ben je gewoon een gatenkaas. Het wordt nu tijd dat echt al dat kunstgras eruit geflikkerd wordt. Ja. En nog even over voetballen te houden. Ik weet niet of je gezien hebt wat er met Rens gebeurt. Bij die middenlijn, dat hij op een gegeven moment een bal wil pakken. En door zijn enkel blijft staan op een gegeven moment. Omdat die voet niet meer... Ja, die zit vast in dat verrekte kunstgras. En zondag krijg je weer zo'n pot, hè. Weer op kunstgras bij Cambuur. Maar er moet nog zoveel gebeuren binnen de club, binnen je selectie. Dat is niet in een weekie is dat rechtgezet, weet je. Er zijn positieve veranderingen, de eerste stappen zijn gezet. Maar er is nog een heleboel werk te doen. Dit is nou typisch het opportunisme wat voetbal heet. Die vraag die je nu stelt, alsof je met een 4-1 overwinning bij... God verbeter het Excelsior, dat nu ineens het lek boven zou zijn. Er zit zoveel dingen mis. En laat het duidelijk zijn, er is nog steeds heel veel mis. Dus er moet nog heel veel gebeuren voordat je überhaupt kan spreken van een verbetering. Laten we met z'n allen zuinig zijn op Huitinga. Zet daar, want voor de toekomst heb ik echt alle vertrouwen in Johnny. Maar zet daar op dit moment iemand bij die ervaring heeft als hoofdcoach. Die weet, die de klappen van de zweep kent. Want je hebt momenteel is Ajax gewoon, ja, lullig gezegd, één grote tyfusbende achter de schermen. En daar krijgt ook hij mee te maken. En dat kan je die jongen gewoon niet aandoen in het begin van zijn carrière. Hij had voor zichzelf een heel rustig plan uitgestippeld. En in één keer word je voor de leeuw geflikkerd. En dat kan natuurlijk goed uitpakken. Maar dan moet er wel meer rust binnen je club zijn. Bij Frankie de Boer kreeg je die Spijkerman naast zich. Nou, en hoe weet ik, zou ook gewoon een ervaren kerel erbij moeten hebben. En Van der Sar, word wakker en haal als de sodemieterij die Bogarde terug. Gaan jullie Albertus missen? Wie ga ik missen? Albertus. Albertus? Ja, want Alfred heet eigenlijk Albertus Schreuder. Daar heeft hij over nagedacht, hoor, over deze. Daar heeft hij echt twee nachten over liggen nadenken over deze vraag. En dan wordt er weer straks staan de commentaar onder. Moet aardig zijn voor die cameraman, weet je. Nee, ik ga Albertus niet missen. Ik ga hem ook niet missen, echt. Hij heeft niet gebeld, hè. Dat vindt nog steeds onze maar grootste teleurstelling. Maar hij heeft nu wel tijd zat, dus ik denk wel dat hij binnenkort een keer belt. Misschien heb je volgende week twee kale mannen voor je camera staan. En wat ik klasse vond, was Huitinga in afloop hoe hij voor de camera stond. De dingen die hij zei. En ik vond ons keepertje, vond ik... Ja, het is een prima lijnkeeper. Hij heeft goede reflexen. Hij is rustig. En hij is, ja, rustig. En je zag het ook bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Feyenoord, zag je het al. Er komt zo'n opstootje met die Kuktu. En hij rent erheen en eigenlijk bespaart hij Kuktu een rode kaart. Kijk, dat is dan wel je tegenstander, maar hij pakt hem gewoon beter, flikkert hem weg. Duwt een paar van die Ajax-ieden weg. En de boel is gewoon klaar. Ik vind dat die man best wel veel rust uitstraalt. Ik vind het een goede keeper. In de goal, zijn reflexen zijn prima. Hij heeft een paar keer me opbouwen met zo'n bal gehad. Ja, niet alleen deze wedstrijd, maar ook tegen Volendam. Maar aan de andere kant, hij kan hem ook nergens kwijt, hè, op dat moment. Wij sleep je er wel doorheen. Ja, absoluut, absoluut. Hey, en ik kwam net aanlopen, maar toen hadden jullie wat commentaar. Ja, we hebben wel meer commentaar. Ja. Op mijn kleding. Ja, even prachtig. Echt heel mooi. Wel meer dingen voor de laatste keer dat ik iemand in een tuinpak gezien heb is 1980 geweest, denk ik. En dan ook nog van corduroy. Het is geen tuinpak wat ik aan heb, hè? Corduroy. Corduroy tuinpak. Ja, prachtig. Het kleedt wel af, hoor. Ja? Ja. Maar moet ik het even filmen? Nee, dat zou ik niet doen. Ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen. Anders zouden we allemaal gaan kijken zo over. Geen Bobby, hè? De hele wedstrijd niet. Ja, dat heb je goed gezien. Hey, ik bedoelde het meer als vraag, eigenlijk. Wacht, ik doe me even opnieuw. Ja, waarom? Laten we hem maar in. Ik denk, voor mij raar boppelen. Ja. Toch? Hey, hij heeft Hey, dat heb je goed gezien, Sam. Wat vinden jullie daarvan? Ja, wat vind je daarvan? Dat weet ik niet. Misschien is Bobby niet scherp genoeg voor Huitinga, niet fit genoeg. Ja, wat kan je daarvan zeggen? Wat moet je daarvan zeggen? Nou ja, ik vind het nog wel een opmerkelijke keuze. Ja, ik vond het des te opmerkelijker omdat hij die Bessie wel laat invallen. En aan de andere kant, jongens,
zeiken met z'n allen op Tadić. En ook die speelt gisteren niet goed, maar maakt een goal en geeft 2 assists. Wat ga je zeiken? Nou, er zat toch een beetje frustratie in het nemen van die strafschop. Wat ik wel opmerkelijk vind, hè, die Tadić was bijna weg, hè, van de week. Ja. Met AS Roma. Dat is niet bevestigd, toch, door heel veel media. Ik zag dat het in de Nou, weet je wat ik wel gezien heb? Dat die Mourinho hem gewoon rechtstreeks benaderd heeft. En nou weet ik niet, maar volgens mij mag dat niet, dat je met spelers praat zonder dat je toestemming van een club hebt. Wat ik ook wel mooi vond, is je Tadić over Heitinga hoorde praten. Maar wat wordt er ook gezegd, dat er duidelijkheid is, hè? En wat je na afloop hoorde, Heitinga is bij de voorbereiding geweest. En wat zei Heitinga daarvan? Dat hij één ding miste bij de spelers, de absolute wil om te winnen. Beleving. Dat hij begonnen is niet met die spelers te praten, maar ze de ranglijst voor hun neus te houden. Waarop staat dat je vijfde staat. Dat hij begint met als je Champions League wil spelen, zal je wedstrijden moeten winnen, zal je anders moeten voetballen als je nu doet. Een trainer die dat doet, dat is wel iets wat mij heel erg bevalt. De andere kant van de medaille, sorry dat ik het zeg hoor, maar het is toch eigenlijk te schandalig voor dat je dat tegen een dik betaalde miljonair moet gaan lopen. Maar ik bedoel, hij flikt het wel, hij doet het wel. En dat is wel... Kijk, het is natuurlijk een schande dat je ze wakker moet schudden. Echt wel. Maar je kan ook zeggen, het is wel heel erg dat die ander het nooit gedaan heeft. Of is het dan toch gewoon werkweigering geweest of een vorm daarvan, omdat ze Schreuder niet meer praten. Dat kan ook. Hè? Ik denk dat Heitinga tegen Cambuur nog op het bankje zit. De Ajax die wedstrijd gewoon wint. En ik denk dat de Ajax op een rustige manier nu bezig is om een andere hoofdcoach te krijgen. Ik vind het toch wel jammer. Ik genoot gelijk wel van Johnny Heitinga, moet ik zeggen. Ja, maar wat ik jammer zou vinden, als je zo'n gozer nu al afbrandt. Als zo'n gozer dit seizoen de... Dus het niet zou dat hij het wel gaat doen en dat het zo door blijft modderen zoals de eerste seizoenshelft. Ja. Tuurlijk krijgt hij het voetballend beter voor elkaar dan dat die andere het kreeg. Maar luister nou eens de dingen wat hij net zegt. Laat eerst nou eens zorgen dat de rust en structuur in die club een beetje terugkomt. Even een oproep naar iedereen die nog niet gestemd heeft. Ga alsjeblieft nog even stemmen op onze podcast. Kan nog 1 of 2 dagen. Kan nog 1 dag. Alleen vandaag nog. Alleen dus vandaag nog. De 30e. Ik zet het even hier neer. Ja, heel goed. Met het linkje erbij. Even stemmen. En dan is het helemaal onderaan de categorie top 3. Traditionele top 3. Daar moet je hebben. Ja. Nou ja, en dan zie je... En dan zie je de podcast. En als je ons leuk vindt, stem daar dan gewoon op. Dat is 1. Ja. En het tweede in die podcast van aanstaande vrijdag. Ga nou alsjeblieft luisteren met z'n allen. Want we komen er nu. Komt er een gast... Met 100% Ajax DNA. Een heel interessante Ajax-gast zit erbij. Dus daar gaan we het over hebben. Over onder andere alle onderwerpen waar we het net over gehad hebben. Dus de trainer, de technische staf. Hoe zou je de club weer in kunnen delen? Wat zijn de dingen wat je wel... Nou ja, gewoon heel veel Ajax-dingen. Ja. Dat wordt gewoon heel interessant. En die is vrijdag aanstaande vrijdag? Aanstaande vrijdag is aanstaande bij ons. Aanstaande vrijdag. Zit hij in de uitzending. Zeker.